De medisch maatschappelijke dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft vandaag enkele mantelzorgers voor het voetlicht geplaatst. Mantelzorgers zijn hulpverleners die er niet bewust voor kiezen om voor een hulpbehoevende te zorgen. Deze zorg overkomt hen omdat zij een speciale band hebben met degene die de zorg nodig heeft. Deze groep van hulpverleners kan hier niet zomaar mee stoppen en verricht soms ook verpleegkundige handelingen. De afdeling medisch-maatschappelijke zorg heeft deze hulpverleners of familieleden en personeelsleden die erg betrokken zijn bij het lot van de patiënt in de bloemetjes gezet. De huldiging vond plaats in het auditorium van het AZP. Christine Lukam, medisch specialist van het AZP, praat over de drukke periode die voor de deur staat voor mantelzorgers en hoe zij daarmee kunnen omgaan in de maand december. Onze school is nu al 3 jaar en elk jaar merken we weer dat in de decembermaand het altijd erg druk wordt op onze poli. We krijgen heel veel cito-verwijzingen, dus heel veel verwijzingen van huisartsen dat we echt per direct naar de patiënt moeten kijken. En dan gaat het bijna altijd om onrust. De patiënt is verward, de patiënt is onrustig. Dan krijg je allerlei variaties daarvan, van ze stelt zich aan, ze maakt ons onmogelijk, ze wil niet meewerken. Nou, we hebben alle synoniemen al gehad ervoor, maar het gaat bijna altijd erom dat de oudere patiënten tijdens de maand december, in ieder geval tijdens de feestdagen, erg onrustig en in de war kan zijn. Wat ons ook opvalt, is dat het heel vaak gaat om kinderen die uit voornamelijk Nederland op vakantie komen, die trekken heel vaak aan de bel om te zeggen van het gaat niet goed met mijn moeder of mijn vader. Lukam geeft aan dat ook mantelzorgers geestelijke en mentale rust nodig hebben. En benadrukt zij dat ze er niet alleen voor staan. Ze wijst erop dat deze zorg 24 uur per dag kan zijn. Rusten hebben is lichamelijk en mentaal uitrusten. Geef je grenzen aan. Als je iets niet in staat bent te doen, zeg het. Zoek hulp ervoor. Doe het niet omdat je het niet wil zeggen dat je het niet kan doen, maar tenslotte leer je je eronder. Dat kan gewoon niet. Als je het niet kan, zoek hulp. En ik denk dat er veel meer hulp is dan de meeste van jullie beseffen. Praten, tips, praktische hulp, er is hulp. Vraag om hulp. Echt, ik kan jullie niet vaak genoeg zeggen, vraag om hulp. Zeg het. Ga er niet. Ik hoor ook heel erg vaak dat men zegt van, als ik bijvoorbeeld met een vrouw praat en ze doet mantelzorg voor haar man, en ik zeg vraag om hulp. Ja, maar die kinderen zien toch dat we hulp nodig hebben. Nee, ze zien het niet. Ze zien dat de dingen fout gaan, maar ze kunnen niet zien dat u hulp nodig hebt. Christine Lukam, ze sprak vanmorgen in het auditorium van het AZP tijdens een bijeenkomst ter bemoediging van enkele mantelzorgers. Volgens de medische maatschappelijke dienst is het verlenen van zorg een daad van liefde. Loyaliteit en gevoel voor de medemens en met de stijging van patiënten met chronische ziekten is het begrijpelijk dat er steeds meer mensen zich als mantelzorgers zullen moeten aandienen en inzetten.